Sterk staan in spannende tijden begint altijd bij mijzelf. Juist nu. Het is woensdag 23 maart. Vanavond ga ik naar de Matthäuspassion waar Ingeborg in zingt hier in Nijmegen. Het zijn natuurlijk gekke tijden. Niet voor niets heb ik er wat donkere kleren aan. Want de helft van mijn leven heb ik in België gewoond en voel me daar zeer bij betrokken. Ik hoorde vanochtend een voortreffelijke gesproken column van Bernard Hammelburg. Hieronder vind je ook een link daar naartoe van BNR Radio. Maar wat valt mij nou zo op? Eigenlijk in zo'n situatie wat zich nu afspeelt, deze spannende tijden. Heel veel mensen wordt de cirkel van betrokkenheid wordt groot. We maken ons over van alles over druk zijn, concerned, zijn met dingen bezig. En het lijkt ook net of onze eigen cirkel van invloed kleiner wordt. Ik wil daar toch graag iets met jou over bespreken. En natuurlijk gebeuren er dingen buiten mijzelf en jouzelf waar we absoluut geen enkele invloed op hebben. Dat is de realiteit. Dus why worry about it? In het Engels is het zo mooi, je vindt een groot verschil tussen worry en being concerned. Natuurlijk ben ik ook concerned, but I'm not worried. I gave that up. Me echt zorgen maken werkt niet. Is slecht voor mijn eigen energie, mijn eigen impact, mijn eigen creativiteit, mijn eigen innovatieve vermogen, mijn eigen vermogen om de dingen een betekenis te geven die bekrachtigend zijn voor mijzelf en voor anderen. Dus waar ik toe oproep, om dat niet te laten gebeuren, het gevoel te laten ontstaan dat de cirkel van betrokkenheid steeds maar groter wordt. En natuurlijk roepen allerlei mensen, dat zal ook wel in Nederland aan de beurt zijn met grote terroristische aanslagen. Dat zal statistisch zeker zo zijn. Maar het effect op ons eigen zelfmanagement wordt dubbel kleiner als we de cirkel van betrokkenheid vergroten en onze eigen cirkel van invloed verkleinen. En die eigen cirkel van invloed blijft identiek. Het is natuurlijk zo, of natuurlijk in de zin van in de natuur der dingen, dat de nullijn wanneer we angstig worden, dat die omlaag gaat. Vroeger als er een rugzakje op Schiphol stond, zei iemand, is iemand hem verloren? En dan zijn we een concern van 2 of 3. Nu als er een rugzakje op Schiphol staat, en begrijpelijk, dan gaat de nullijn van angst met 5 of 6 omlaag. En opeens is die 3 dus een 8 of zelfs een 9 geworden qua angst. En ik snap dat. En er is niks tegen bang zijn als je daarvoor kiest. Maar het interessante is, wat zijn jouw en mijn criteria op basis waarvan wij besluiten om bang te zijn? Dus ik zou die nullijn niet omlaag brengen en ons ook niet gek laten maken door de media die ontzettend veel ook goede informatie over ons uitstuurt. Dus ik net al zei, bijvoorbeeld de column op BNR van Bernard Hammelburg. Tegelijkertijd, ruim 8 jaar geleden maakte ik een videootje die heet de stage van jouw leven en de stage van mijn leven. Ook hieronder vind je daar de YouTube link naartoe. Kijk daar nog eens naar. En ook vanuit het bewustzijn, dit soort tijden vragen ook op een stuk reflectie. Wie ben ik? Waar sta ik? Waar ga ik naartoe? En ja, hoe zit het spelletje in elkaar? 1 ding weten we zeker. Het moment dat we geboren worden, hebben we een ziekte gedaan het leven waar je absoluut aan doodgaat. Nou, liever later dan eerder. Maar dingen ook in een groter perspectief te leren zien. Dat er dingen gebeuren waar je niet op zit te wachten. En wat kan je daar dan vervolgens mee doen? En ja, you have to be a little bit lucky not to be at the wrong spot at the wrong time. En dat gebeurt helaas. En we weten allemaal dat we dierbaren verloren hebben of zullen verliezen waar je niet op zat te wachten. In mijn eigen leven natuurlijk, mijn eigen Mary. Nou, een laatste gedachte even in deze context voor op dit moment. Dus ten eerste laat je niet gek maken door de media, hoe goed ook bedoeld. Hou die cirkel van betrokkenheid waar die is. Hou je bezig met de dingen waar je primair invloed kan op uitoefenen. En maak die wat mij betreft nog groter. Beter zelfmanagement voor je persoonlijke leven, voor je zakelijke leven. Alles waar constant met mindpower en samen met couple power mee bezig bent. Daar gaat het mij om. En hier is wel een lastige wereldwijd, zonder daar nou in detail op in te gaan. Op termijn zal een soort van democratisch systeem, af en toe moeten er zeer duidelijke resultaten zijn waar de weg naartoe gaan, ons verder brengen. Dus laten we oppassen dat we die waarden niet gaan verliezen. Het meest cruciale is het niveau van educatie. Het niveau van onderwijs wat we met elkaar ontvangen. En iedereen krijgt onderwijs. Onderwijs, bovenwijs, kun je grappen over maken. Maar waar je mee omgaat, daar word je door beïnvloed. En het is een
Zo'n 25 jaar geleden was ik in de Arab League, dus zeg maar de Verenigde Naties van de Arabische landen. Dat was toen het hoofd daarvan, zeg maar de Ban Ki-moon toen, was een meneer Amar Moussaf, uitstekende meneer. Die zei, als het ons niet lukt op termijn op een natuurlijke manier meer democratie in dit deel van de wereld te krijgen, maar vooral onze bevolking aan de honderden miljoenen mensen die hier wonen, naar een hoger niveau van educatie te krijgen, dan ontstaat er een probleem. Nou, dat geldt niet alleen de Arabische wereld, dat geldt natuurlijk over alle continenten op deze wereld. En we plukken nu helaas de vruchten van dat een heleboel mensen niet de kans gehad hebben om zich in een naartoe, naar een beter leven, waar we samen sterker staan, om alles wat er gebeurt ook daar optimaal mee om te gaan, die hebben die tools niet gekregen. En die nemen wel zelf een verantwoordelijkheid en nemen actie die niet altijd goed te begrijpen is. Zowel als je helemaal in hun plaats verplaatst, is het ook nog te begrijpen. In ieder geval, weet je, het is net als met een boom. Hè? Als je een boom omzaagt, dan duurt het weer decennia voor een grote nieuwe boom staat. Dus het is allemaal niet zo makkelijk vandaag de dag om de educatie van grote bevolkingsgroepen over de hele wereld naar het niveau te krijgen waar ze recht op hebben. Hele lastige, genuanceerde situaties. Zoals ik wel vaker zeg, een diamant heeft 57 facetten. Nou, die ga ik hier niet allemaal tegelijk behandelen. En op de mooie kerktoren van Beek hierachter, je ons hoort waar ik nu woon, wil ik afsluiten met nogmaals te zeggen, laat je cirkel van betrokkenheid niet alle kanten op gaan. Waar je niks aan kan doen, let it be. Maar vergroot je cirkel van invloed, want daardoor kan je dingen een betekenis geven, jij en ik, die ons sterker maken, juist in spannende tijden. En niet don't worry, be happy, but don't worry, but be concerned. Kijk, wat kan je aan dingen doen. Laat je nullijn niet naar een lager niveau gaan, waardoor dingen nog moeilijker worden dan ze al lijken. En ja, sta het leven toe, ook waar, hè, die stage te zijn waar ik aan refereerde in die YouTube die ik uitnodig daartoe te kijken. En blijf je ontwikkelen, dat is het grootste wat je kan doen. Ik ben zo blij dat ik al decennia lang, vroeger met Mary, nu met Ingeborg, zo 4, 5, 6 weken per jaar investeer in tijd, in moeite, in geld en energie om het te blijven ontwikkelen. Op die manier kan ik veel voor mezelf betekenen. Is mijn flesje vol, kan ik jou vergeven en draag ik bij oprecht hopelijk aan een betere wereld. Dat wil ik graag met je delen. Wat lang verhaal, maar wel belangrijk op dit moment. Tot ziens. Doei doei.